Marcus, die stokje dan? Dus los, los. Maar ja, kijk, zo gaat het dus. Omdat het dus niet wil. En weer naar achteren. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 11 mei 2021. En het is bijna 9:15 in de ochtend. En zoals je ziet, ik heb geen jas aan. Het is heerlijk weer gewoon vandaag. Dus ik wens jullie ook een hele ontzettend mooi weer. En heel veel kijkers in deze gloednieuwe vlog. Marcus, die stokje dan? Dus los, los. Dutty. Nou, Roos is alweer thuis geweest. Niet hier, maar bij zijn eigen thuis. Ik heb even snel de twee zusjes uitgelaten. Roderick is nou en met de buurman / mijn aangenomen broer weg. Om eventjes wat te regelen. Ik moet nog wat uitzoeken voor hem op het internet. Handig. En ja, we gaan het meemaken, we gaan het zien. En nou ja, ik krijg zo meteen mijn lieve kleine mommy. Ja! Het is een beetje aan het regenen, dus ik weet niet of ik ga lopen met de twee hondjes. Honden, één hond en één hondje. Maar, hè, honden. Dus we gaan het meemaken, hè, Speed? Ja, hè, we gaan het meemaken. Ja, hè, we gaan het meemaken. Ja, hè. Speedo. Ja. En daar hebben we Bobby en we hebben Lady. Ja, Bobby hè. En het is een beetje aan het onweren. Ja. Oeh, wat is je dan? Bobby ligt lekker daar. Lady ligt lekker daar. En het is aan het regenen. En het is aan het onweren. Mijn god. En het zou zo meteen weer. En het zou er zo meteen weer over zijn. Maar we wachten het af. Want het was eerst mooi stralend mooi weer. Dus ik had deze naar beneden. Maar nou ja, dat is nu te laat voor. Vanavond maar weer lekker omhoog. Hè? Jij? Kijk. Je bent lief. Ja. Ja, kom maar, loop wel. Bobby, kijk eens. Hi. Ja, even lekker wel ruiken bij Lady, ja. Kom maar. Dus het enigste mannetje. Ja, nou ja, het enigste. En dat Foeven nog leefde, ging het ook goed, maar. Hè? Dan mag maar een paar mannen in huis komen, hè, qua honden. Dat was Bob en dat was Foeven, hè. Ja. En dan zijn we weer bijna droog. Bijna. Dan ga ik lekker vloggen, filmen. Waarom is het niet leuk? Waarom niet? En heel bescheiden. Dat is fijn in mijn. Ja, dat weet ik. Ik vind het gewoon grappig hoe je dat doet. Waarschijnlijk mag ik daar en daar dus ook niet over lachen, maar weet ik niet. Dat is raar. Zo.
Ja, met die hand wel, ja, dat snap ik. Maar met die niet, nee. Oh, humor. Zo. Hoe gaat het altijd in de auto? Nou, zo dus. Ja, zo. En Roos altijd zo lekker eigenwijs. Maar dat geeft niet, zegt hij zelf. Want Rodi heeft dus pijn in zijn schouder en precies hier een beetje onder zijn pols. Dus schakelen gaat al niet echt helemaal lekker nu op dit moment. Maar dan wil ik schakelen, maar ik mag eigenlijk niet schakelen. Je mag niet schakelen, want je hebt reuma. Ik heb reuma, maar ik doe het wel. Maar ja, kijk, zo gaat het dus, omdat het dus niet wil. Even een stukje naar voren. En weer naar achteren. En weer naar achteren. Naar voren en naar achteren. Van voor naar achteren, van links naar rechts. Hè? En weer terug. Ja. En dan zegt Ro, van, ja, maar ik moet in beweging blijven. Ja, dat is ook zo. En wil je niet aan mijn stik zitten? Oeh, is lekker aan je stik. Ja, wat? Dat is toch lekker, eikel? Eikolientje, eikel. Toch? Twee? Dank je. Zo doen we het ook, hoor. Ik heb lekker z'n twee. Ja, ga jij maar weer naar z'n twee. Is toch prima. Huh? Is toch groot. Ja. Dus ja, en Roderick die gaat zo meteen. Ja, je mag weer. Ja, ik mag niet. Ik wil wel lachen omdat de auto al bijna ging stoppen, maar. Dan krijg ik het weer voor jullie. Maar je bent niet zo lief voor Roderick. Nee, dit, sorry. Dat ben je toch nooit, dus dat ja. Nee, daarom precies. We kunnen heel lief zijn, maar. Maar doen het nooit. We doen het nooit naar elkaar. Want Roderick, die is net zoals mij, gewoon af en toe lekker gewoon bekvechten. Ja, en dat zien jullie niet altijd op de. Gewoon lekker gekkerheid. Alleen soms dan komt het gewoon verrot over. Ja. En jullie zien niet mijn gezicht op dat moment. Als ik naar Ro film. En Roderick en die heeft altijd al een ander gezichtsuitdrukking. Dus ja. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ieder heeft zijn eigen rugzak en gezichts... Ja, moet ik zeggen? Expressie. Expressie, ja, maar ik wou het wat anders zeg maar, gegeven niet. Een gezichtsgelaat, zo. Hè, dat. Ja, het is wel zo. Want ik kan altijd lekker blij kijken, hè. Maar ik kan ook zo kijken, ja, is prima. Hè? Ja, goed. Als je nou koffie hebt gemorst. Ja, koffie. En ja? Iemand anders zegt, deed je dat bij ongeluk of deed je dat expres al? Ja, expres. Ja. K114ZR, maar dan deze vind ik niet zo mooi. Dat is jammer. Het is wit. Ja, het is niet mooi. Nee, het is niet mooi, want het is wit. Ja. En wat ik dus ook al zei, ik neem ook wel het stuur eens even over, dus dat zal ik ook eens even laten zien hoe ik dat dan doe. Ja, dat mag niet. Ja, dat mag zoveel niet. Zo eraf gaan, dan krijg jij het. Als dat nou eens zou kunnen, nou schat. Nou, dan mag jij de bocht even zelf doen. Maar nu moet je die film de gendarmes eens even zien. Ja. Die ene film, niet die andere. Ja. Mooi. Ja. Dan doe ik het stuur nu even. Even sturen. Ja, los. Ja. Als je hem gewoon loshoudt. Ik ga hem los. Nee, dat doe je niet. Los. Los. Dat doe je anders ook. Los. Los. Door richting aangeven. Ja, nou. Los. Doe je anders ook niet. Nee, los. Dan schakelen. Ja, schakelen wel, maar los is los. Als jij nog schakelt. Nee, los. Die stuur. Ik merk dat. Dat is irritant, ja? Los is los. Ik merk ook als jij aan die schakel zit. Hè? Ik merk het ook als jij aan die schakel zit. Ja, mooi toch? Kijk, hier, ik zit eraan. Ja, dat merk ik. Niet waar. Ik merk dat je er. Ja, en je ziet het. Ja, ik zie het, dus ik merk het. Ja, dat is mooi. Maar laat mij even gewoon iets... Kijk, en we mogen. Jullie mogen. Laat ik even schakelen en die bocht even doen. Normaal dan kan ik ook die bocht doen als Ro gewoon met zijn hand goed zit. Maar
Maar laat me gewoon even zometeen gewoon even laten zien wat ik doe. Dus zometeen niet aan die stuur zitten. Ja, oeh ja, en ik ergens anders aan. Ja, dat is het messchakel. Moet je afblijven. Je zit lekker dicht bovenop, eerlijk. Nog dichterop. En bij de up. Kijk, want ik doe ook wel eens gewoon zo. Kijk, en nou doe ik ook dus de bocht. Kijk, krijgen we dus ook gewoon een bocht. Die heeft ook een bocht. Zo, en zo doen wij dat dus, alsjeblieft, schat. Dus ja, dat is dus gewoon samenwerken. Ja, en de koppeling intrappen. Ja, maar de koekoek jij met je koppeling intrappen. Ja, dat kan ik haken. Hoe dan? Kan ik haken. Lullo, gek, idioot. En de rem intrappen. Echt niet. Ja, dat is handig. Ja, dat is heel handig. Kijk, het is weer groen. Ja. Dus nee, maar dat is dus wat ik wil zeggen. Zo doen we eigenlijk altijd in de auto. En dus ook gewoon ook achter de schermen. En ook als we dus gaan vloggen. En soms ben ik gewoon moe. En dan komt het gewoon inderdaad voor op mijn bek uit. Maar dat horen jullie zo meteen hoe en wat. Dus ja, komt goed. En weer nog eentje. En rood. Ja, maar de tram en de bus. Is dit de code rood of wat? Oh, wauw, schat, serieus. Ja, mevrouw de Rood met DT, die woont in Rotterdam. Dat is oma. En die werd door kleinkinderen gezegd, mijn mam, of oma, is dat in de krant met Code Rood. Ja, mevrouw de Rood woont in Rotterdam, ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, ja, wauw, oké. Ja, mevrouw heet, weet ik wat, met Coderen, Cornelia, Corina, weet ik wat. Cornelia, Cora. Iets met Co. En dan is het afgekort tot Co. C-O. En dan Coach, de achternaam is rood met DT, dubbel O. PPT! En het tussenvoegsel is de. Ja. Dus Co, de, rood. Ja. Sinds wanneer lopen ze? Want wij krijgen helemaal geen appjes meer. Geen bericht, dat is goed bericht. Heel raar dit, want ik zag net hem staan. Ja. Wie is dat? Raar, nog wat. Dat weet ik veel waar, maar ik vind het even heel raar, maar oké, okay, zo. Wat ligt hier nu allemaal weer voor troep? Ja, van de bomen. Genoeg. Van de bomen en van de flesjes. Ja. Alles, jetzt. Dus. Ja. En auto is geen bus, nee. En een bus is, en is geen limo, nee. Limonade. Met prik. Ja, als mini zaam moet ik natuurlijk geen zoon hebben die ze Piet gaan noemen. Nee. Als dan een beurt is in de klas bijvoorbeeld, dan is het Piet zaam noemen. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Dat is ook een man die heette Jan Poepjes. Die ging naar de gemeente. Dat werkte graag graag met een naam veranderen. Ja, ik kan begrijpen, zegt die ambtenaar. Nou, hoe wou ik willen heten? Nou, Henk Poepjes. Dus. En je moet hier 30, hè? Dat weet je, hè? Ja, maar jij mag hier wel, want jij bent daar. Ja. Oh, wauw. Moet je eens kijken hoe mooi de lucht, jongens. Echt wauwie. Ja, wauwie, 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 wauwie. Ben ik lekker aan het lopen met mijn kleine grote meid. Ga je mee? Ja. Ja. Ja, echt wel. En Rodi loopt daar. Even kijken of het in kan zoomen. Hé? Ga je mee?
Kom maar, lopen. Zo, mijn laatste rondje. Zoals jullie kunnen zien. Roos nu met de twee dames. De dames slapen vanavond bij mij. Yep. Morgen is ook een hele rare planning. Hele rare. Roos moet werken tot 2:30. En dan ik moet naar de voedselbank. Naar de dierenvoedselbank. Omdat het donderdag namelijk Pinkster is of zo. Geen idee. Heel slecht. Maar ja, dus ja. Dus dat is even racen tegen de klok, 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 klok. En dan slapen de twee zusjes morgenavond weer bij Ro. Dan kunnen ze even weer eventjes lekker even weer opbouwen. Dus ja, gaat goed. En ja. Ja. Maar Ro die heeft nou weer pijn in zijn schouder. En in zijn, ja, wat ik al eerder zei, volgens mij in zijn pols aan de rechterkant. Ik heb het even ingesmeerd in mijn eigen balsem. Toen zei hij ook al van, hey, het wat warm. Ja, dat weet ik. Maar dat is niet gewend. En wij doen wel eens vaker gewoon gek en alles. Ja, en als ik gewoon een slechte dag heb, ja, dan reageer ik ook zo. Ja, en als Ro dan ook weer een slechte dag hebt, ja, dan is het rots tegen rots, vuur tegen vuur. Ja, en dan, ja, dat, en dat hebben jullie dus gezien, ja. Nou, so be it. Ja. Jullie weten ook allemaal dat ik nog steeds in een depressie zit. Dus ja, dat is ook allemaal niet goed te praten. Maar het is helemaal wel zo. Dus ik ga mijn rondje afmaken met Leid. Ik ga mijn aandacht aan haar besteden. En dan zien jullie mij straks thuis. Ja, zoals jullie dus zien zit ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Vind je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, doe het alle vier de dingen. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. En dan krijg je zeker een reactie terug. Of het nou kritiek is, positieve kritiek, negatieve kritiek. Het maakt mij niet uit. Ik kan overal van leren van jullie. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuw.